Een mooi ondernemersverhaal. Van Almere tot Hollywood. Een mooi verhaal over een Nederlandse ondernemer die nu zijn motoren weet te verkopen aan de grootste Hollywoodsterren. Het gaat allemaal om Arjan van den Boom. Hij begon ooit in een kleine garage om motoren te repareren. Nu bouwt hij zelf exclusieve motors op maat. En het succesverhaal begint met een melding van de wereldberoemde acteur Ben Affleck, die een motor van hem wilde kopen. En daarna volgden ook andere sterren, zoals bijvoorbeeld zanger Bryan Adams. Hij vertelt dat hij ook zaken doet met wereldberoemde voetballers. Wie dat zijn, dat houdt hij geheim. Niet iedereen wil dat die deal bekend wordt. Ja, en je betaalt echt tienduizenden euro's voor het ombouwen van zo'n motor. Maar de steenrijken der aarde kloppen nu aan in Almere. Nou, mooi verhaal toch? Wie had dat gedacht in Almere? Ja, Renske, ik zie jou zo wel op een motor zitten. In Rotterdam fiets ik altijd heerlijk. Gewoon met mijn oude rammelfietsje. En dat bevalt me goed. Nooit op een motor gezeten? Nou, één keer ooit achterop, maar daar laat ik het bij. Ja? Oké. Okay. Ja.